aanstaande donderdag is de 25e editie van de Oranje Markt in Veldhoven. Wat natuurlijk iedere Veldhovenaar wil weten, waarom blijft de Oranje Markt niet op de werkt? Dat gaan we vragen aan Christel Voet van Stichting Oranje Markt Veldhoven. Christel, ja. De brandende vraag van iedere Veldhovenaar. Ja, wij gaan verhuizen. Wij hebben al enige tijd moeite om zeg maar, het bestuur en de vrijwilligers die we hebben om ja, het clubje compleet te houden. We hebben moeite om aanvulling te krijgen op ons bestuur. Een aantal jaren geleden hebben we al aangegeven dat voor ons op een gegeven moment een stokje overgedragen moet worden. Dat het voor ons te veel wordt om het allemaal zelf te blijven organiseren. En in plaats van te zeggen we gaan stoppen, want ja, dat is een alternatief, zijn we gaan zoeken naar een enthousiast nieuw team die het van ons over gaat nemen. En dat betekent helaas dat we gaan verhuizen van de Berk naar het citycentrum. Maar we willen wel proberen om hetzelfde evenement te verplaatsen en zeg maar de sfeer en de opzet gelijk te houden. Zodat het evenement wel hetzelfde karakter blijft houden, ook al verplaatsen we naar het citycentrum. Dus het is een keuze van ons. Wij als bestuur zijn rond gaan kijken naar wat zijn mogelijkheden hè, om een Oranje Markt vast te houden voor Veldhoven. Naast zeg maar, het kleiner op gaan zetten op dezelfde locatie, het verplaatsen mogelijk naar een Kromstraat. Ja, dan komt natuurlijk het citycentrum al snel om de hoek kijken. Of stoppen, dat waren eigenlijk de vier opties die we hadden. We hebben eigenlijk met z'n allen gezegd van we gaan naar het citycentrum. We gaan kijken wat de mogelijkheden daar zijn. We zijn met Nicole Raamakers in overleg gegaan om te kijken. Hè, wat zijn de mogelijkheden voor het citycentrum? Hoe zouden we het aan moeten pakken? En ja, ik moet zeggen vanaf het begin dat wij naar de gemeente zijn gestapt. Is dat met open armen ontvangen. En is er een heel enthousiast team opgestaan van mannen moet ik zeggen in dit geval. Die gezegd hebben wij gaan het overnemen. Wij gaan zorgen dat het mooie evenement voor Veldhoven behouden blijft. Met het karakter zoals het nu is, dus liefst niet commercieel opgezet, met grondplaatsen, een evenement voor gezinnen met jonge kinderen. En ik hoop dat we dat volgend jaar weer op dezelfde manier voort kunnen zetten. Ja. Blijf je zelf ook betrokken nog erbij? Ja, ik kan het niet loslaten. Het is toch een beetje mijn kindje. En we hebben nu heel veel hulp van het citycentrum. Er zijn een aantal dingen die zij voor ons regelen en organiseren. En wij hebben beloofd om ze volgend jaar in ieder geval ook mee op weg te helpen. Dus ik ga samen met in ieder geval één, maar wellicht meer collega's uit het bestuur volgend jaar ook met hun mee te draaien. En dat begint bijvoorbeeld bij het maken van een veiligheidsplan. Het opzetten van een plattegrond met hoe gaan we de indeling doen. Daar gaan we bij helpen. En volgend jaar zijn we op de achtergrond zeker nog betrokken bij de nieuwe Oranjemarkt. Oké, dankjewel.